kijkers van Dutch Gamers Daily. Hier ben ik weer met een nieuwe Skyblock. En ja, waar waren we gebleven? We hadden een farmpje. Die hier zo staat. En we hadden de Nether Portal. Die hadden we helemaal gecomplete van binnen. Dus, maar ik kreeg dus te horen van iemand. Dat een farmpje... Dat die melons niet op steen zouden groeien. Ik weet zelf niet of het echt zo is. Ik weet het niet zeker. Ik dacht lekker goedkoop doen. We leggen er gewoon cobblestone neer. Aangezien ja, dan hoef je ook geen gras te gebruiken. Wat je natuurlijk heel weinig al hebt. Dus vandaar. Maar dat heb nou heb ik er gewoon gras neergelegd. We zien vanzelf al wat er gebeurt. En als het wel zo is, als het wel op steen groeit, wil ik daar graag reacties over horen. En zo niet, ja dan niet. Goed, we waren nog bezig met het huisje. We hadden glas. Daar was ik ook mee bezig trouwens. We hadden 6 glas. En van die 6 glas gingen we paints maken. En dan moesten, als het goed is... Oh, zo. Ja, 16 paints. Nou, dat moet genoeg zijn. Dan gaan we hier... Nee, niet aan die kant. Daar zit een Nether Portal. Hier kunnen we op zich wel raampjes doen. Kijk, het is natuurlijk alleen om het iets mooier te maken natuurlijk. Het is niet echt heel erg belangrijk of zo. Maar goed. Zo, die daar. En dan wil ik hier nog een raampje. Maak gelijk even mijn wooden pickaxe op, want ja, die gebruik ik toch nergens voor. Oh. Stone is beter. Hupsakee. En dan hier nog eentje. Oké, nou hebben we al overal raampjes en dan wil ik er ook nog eentje in de voorkant. Even kijken, zo. Oh nee, dat kan niet, hier zit die farm. Ik heb trouwens ook net nog offscreen even wat cobblestone gehakt. Dan hoef ik dat niet midden in de aflevering te doen. Ik denk is wel handig. Hier wil ik nog een raampje. Even kijken, maar dan moet ik... Zo. Nou, geweldig toch? Oké, kom weer een zombie aan. Twee zelfs. Heb ik mijn zwaard? Nee, dan gaan ze met de hoop. Gaat dood. Hup, hup. Nou, hoe lang duurt dat met een hoop? Volgens mij doet hij evenveel damage als een vuist ofzo. Zo. Holy crap, wat komt er allemaal aan joh. Ik ga dit heel even afsluiten, zo. En dan moet ik heel even naar binnen even een zwaard gaan maken. Die heb ik niet meer. Ik zag ook dat er een creeper werd meegesleurd door die zombies. En dat is niet echt de bedoeling, zeg maar. Oh, daar hing de zombie met armor. Wacht, ik ga eerst even wat spullen in de chest doen voordat ik dadelijk dood ga. Ik bedoel, het zou een beetje zonde zijn. Als ik dit allemaal zou verliezen. Zo. Oh. Oké. Okay. Oh creep. Oh fuck. Nee! Kut. Ik denk die sprong haal ik wel, maar ik sprong dus verkeerd. En nou val ik weer altijd langs het eiland heen. Verdorie. Dat was niet echt de bedoeling. Nee, ik had nog een zwaard. Klein stukje. Oh, die skeleton is nou ook weg. Maar die wou ik juist, want die had een enchanted boog. Dus misschien kreeg ik die dan. En nu is dat allemaal een spin. Die kan ik ook wel gebruiken op zich.
Zo. Oh, nou heb ik weer... Oh. Dan moet ik een cobblestone kapot gaan slaan met de hand. Want ik heb weer dat ding niet weggehaald voordat ik weer hierheen ging. Op zich geen probleem. Zo. Goed. Die plantjes groeien ook niet door, man. Even kijken. Ik denk dat ik maar heel eventjes deze... Shit, ik heb geen seeds. Ik moet nog eventjes een skeleton vinden eigenlijk. Maar die spannen niet meer, want het is alweer donker. Of het wordt alweer licht. Oh, ja, tuurlijk. Heel leuk hoor. Echt zo'n momentje van... Kom op nou. Laat mij gewoon op mijn eiland. Ja, dank je. Oké, sowieso eerst deze even weghalen, want... Hopelijk valt hij dan niet in de lava. Nee, oké. We gaan eventjes een... We hebben niet zoveel hout. Dus ik ga maar gewoon echt een doodsimpel dak erop gooien. Dat kan ik altijd later nog veranderen. Maar dan komt er in ieder geval geen sneeuw in mijn huis. Oh ja, en ik had beloofd dat ik aan iemand dat ik een sneeuwblok zou maken. Hij vroeg dat, dus dan moet ik zo even een schepje maken. En dan ga ik wel even 9 sneeuwballen. Oh, ik val bijna de lava in. Nou, dan gaat weer een hele bult cobblestone. Gelukkig heb ik wat van tevoren gehakt. Anders had ik dat weer in de game kunnen doen. Volgens mij ben ik ook wel cobblestone verloren. Want, hey, wow, boom. Volgens mij ben ik net ook met dat cobblestone de ding ingesprongen. Want ik had 2,5 stack. Dit is toch niet zoveel. Oh ja, tuurlijk wel. Dom. Ik heb ook die rand eromheen moeten bouwen, dus. Dat kost wel wat veel. Oké. Nou. Zo. We hebben een klein huisje. Nou, deze wil ik op zich eigenlijk nog buiten gaan plaatsen op een gegeven moment. Want om nou hier in huis te laten, dat is ook niet echt zo'n succes. Even die boom weghakken, heb ik weer wat hout. Zo. Die nog kapot. En boom weg. Oké. Even kijken. Wat was ook weer de bedoeling? Oh ja. Eventjes deze ga ik verplaatsen. Deze kan dan ook wel weg. En eerst eventjes een 2 hout. Ik heb wel een extra kop. Oh wacht, waar is mijn crafting table nog? Oh ja. En ik ga hier nog een extra chest plaatsen. En dan plaats ik hier de crafting table. Zo. En dan ga ik zo. Die. En dan heb ik een schep. En dan ga ik iets leuks doen zo. Even kijken. Hoeveel glass panes had ik nog? 4. Dat is niet genoeg. Zo. Oké, dan moet ik nog even wat zand in de furnace doen. Had ik daar nog... Nee, daar had ik niks meer in zitten. Hout in de furnace. Dus dan moet ik nog eventjes 6 zand branden. Hoewel zorgen dat ik wat zand overhoud, anders kan ik geen cactusfarmpje meer maken. Dat zou zonde zijn. En dan ga ik hier eventjes zo doen, want dan kan ik hier zo het eilandje gaan maken voor de cobblestone generator. Ik heb het cobblestone al bij me, dus... Hé, hey, een appel. Ik
kan ook geen kwaad. Oh, waarom is die maar 1 hoog? Wacht even, zit dat... Waar is dat dan fout? Oh, hier. Oké, wacht. Dat kan ik wel fixen. Hupsakee. Klik. Nou, doe ik het weer. Zo, alvast een beginnetje gemaakt. En het eilandje hoeft op zich niet zo heel groot te zijn. Ik denk zoiets, ja, 2 naar elke kant. 3. Nee, 2. Vanaf hier nog 1. Zo. En dan gaan we nog eentje naar achter. Oh. Oh. Shit, nou moet ik deze even weghakken. Oh, wat doe ik nou? Verlies ik alleen mijn cobblestone door. Goed, nou mis ik nog toch iets cobblestone. Maar die maak ik, dan maak ik dit eilandje de volgende keer af. Deze gaat hier terug. En dan... Even al het... Oh shit, dat gaat veel te snel, man. Wow. 10 zand hou ik over. Nou, dat is genoeg. Even kijken. Dan gaan we weer even wat glass panes maken. En de rest houden we in blokjes. Zo. En dan tik, 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 tik. Tik. Zo. En dan moet ik eigenlijk eventjes een verhogingje maken. Ik doe even met dirt, omdat het toch makkelijk weg te haken is. Zo, ja. Zo is sneeuwblok toch? Of 4? Oh, 4. Nog mooier. En dan nog eentje erbij, zo. 4 snowblocks. En dan... gaan jullie al waarschijnlijk raden wat ik hier binnenkort ga doen. Er moet alleen eerst een melon gegroeid zijn. Dit is volgens mij... Ik weet nou niet welke was. Volgens mij was dit de... Of een pumpkin moet er gegroeid zijn, maar... Ik weet niet welke was, maar volgens mij is dit de melon, dus... Ja, ik weet niet. Goed. Maar hier ga ik dan een snow golem inzetten. Toch even dus deze terugplaatsen. Zo. Het magische sneeuwblokje. Nee, dit is een reactie van iemand die vroeg of ik een sneeuwblokje wou maken. Nou ja, alsjeblieft. Daar is het sneeuwblokje. Mensen, ik vind het wel weer mooi geweest nu. Ik hoop dat jullie het weer een leuke aflevering vonden. Oeh, dat is wel een rare fout. Maar ja, ik zou zeggen tot de volgende keer. Later.